Een café vind ik altijd wel gezellig, maar een regenboogcafé, wat is dat precies en waarom wordt het georganiseerd? Nou, we gaan het ontdekken. Gaan jullie mee? Vandaag hebben wij het Regenboogcafé in het Cardo Theater in het nieuwe Club 9. Dat is de nieuwe naam van Vrije Tijd binnen Werk voor de Jeugd. En met het Regenboogcafé willen wij een plek creëren voor jongeren waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik ben hier vandaag omdat ik graag wil dat iedereen zich thuis voelt op het werkenrode terrein. Of je nou hetero bent of lesbienne bent. En omdat ik zelf lesbisch ben, vind ik dat dat ook gewoon bespreekbaar mag zijn, ook onder de jongeren. Nou, ik vind het wel fijn dat ze dit organiseren, omdat niet veel instanties of buiteninstanties om gedacht wordt aan de LGBTQ community. Omdat heel vaak mensen daarbuitenom discriminerend zijn voor lesbo's, transgenders, vaak in elkaar geslagen worden. En heel veel mensen daarvoor niet durven uit te komen. Ik vind het fijn dat het georganiseerd wordt, omdat ik het belangrijk vind dat mensen bij elkaar komen en kunnen praten over hun gevoel en over wie ze zijn. Net als ik was geweest, vond ik het eigenlijk toch wel heel leuk. En wou ik de volgende keer meteen weer komen. Ik leer nieuwe mensen kennen en dan maak ik meer vrienden. Daarom kom ik hier eigenlijk. Nou, het mooie vind ik wel om te zien dat we het 1 keer per maand organiseren. En dat we gewoon zien dat we hebben echt een vaste groep jongeren die komen. Maar daar komen ook steeds meer jongeren bij. Laatst hadden we bijvoorbeeld een jongen die zei van ja, die kwam al binnen en die zei ja, ik ben geen homo hoor. Maar ik heb wel een broertje die op jongens valt. En ik wil eigenlijk wel eens even weten waarom die op jongens valt. Dus hij zette de deur op een kier om daar samen over in gesprek te gaan. En sindsdien komt hij elke maand. Ja, dat zijn wel kleine stapjes die je dan doet. Maar wellicht wel een grote verandering kunnen brengen in iemands leven. We hebben hier eigenlijk een soort van safe place, dat je een soort van jezelf kan zijn, veilig voelt. Dat is heel moeilijk, want heel veel jongeren hebben dat niet of weinig. En hier heb je gewoon echt, kan je het over dit onderwerp over hebben. Je kan jezelf zijn, je kan eigenlijk alles vragen, je kan met elkaar alles bespreken. Dus dat is heel erg fijn. Ja, je hebt uiteindelijk wel een vast clubje en soms komen er extra mensen bij die denken, oh, laat ik er toch maar eens even heen gaan. Nou, omdat ik door de jaren heen dat ik hier zit, best wel veel vrienden heb gehad die onzeker zijn of door de thuissituatie van geloof heel veel problemen hebben gekregen. En ik vind gewoon, ja, iedereen moet uit de kast kunnen komen. Er wordt heel positief op gereageerd. Jongeren voelen zich veilig, ervaren een open sfeer en kunnen echt praten over de onderwerpen waar ze zich mee bezighouden op het gebied van LHBTIQ+. Blijf jezelf. Als je wilt praten met iemand, ga naar je ouders, naar een vriend of vriendin. Of je oma en opa, kan je ook goed mee praten. Ik kan altijd met mijn opa en oma praten. Maar de echte invulling van de bijeenkomsten komt ook van de cliënten. Dus het kost niet zoveel qua tijd en investering en alle dingen daaromheen. Maar het levert wel heel veel op. Als andere locaties willen weten hoe we dat dan doen, neem contact op. En dan denk ik dat er heel veel mogelijk is. Als je nou twijfelt of jij welkom bent bij het Regenboogcafé, kom dan gewoon kijken, want iedereen is welkom. Ben je nou begeleider of jongere? Kom gewoon. Nu ben ik bijvoorbeeld nog mijn toekomst aan het opbouwen, maar misschien ooit bereik ik ook mijn droom, een jongen worden. Maar wel gelukkig met een vriend of vriendin. Wat een goed initiatief, dat Regenboogcafé. Fijn dat mensen hier zichzelf kunnen zijn en met andere mensen kunnen praten. Ik heb zelf in mijn puberteit ook met dit soort struggles rondgelopen en wou dat het er in mijn tijd was. Maar gelukkig is het er nu. En wil je zelf nog iets naar buiten brengen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest. Houdoe!